Welkom allemaal bij de presentatie over bodemvochtvariaties op de Lenette Boerspolder. Door Miramap gedaan, Yvette Pluimers, Roland Haarbrink. Yvette staat in het programma, maar ze is wat slecht bij stem en draagt zometeen heel snel het stokje over aan Roland. Beginnen we eigenlijk maar, hè? Yvette. Dankjewel, Wouter. Iedereen van harte welkom bij deze presentatie. Zoals ik al zei in de aankondiging, wij rijden en vliegen over dijken. Maar ditmaal hebben wij onze sensor neergezet en zijn wij thuis met de benen omhoog gaan zitten kijken wat er gebeurde. Kun je hem eentje verder doen? De bezwijkproef Lenette Boerspolder. Een onderdeel daarvan is geweest de stresstest met innovatieve sensoren door Flood Control Eikdijk, de bedrijven. Wij hebben in de stresstest ons bestaande meetsysteem dus op een innovatieve manier ingezet. Het meetsysteem was al gevalideerd binnen Eikdijk-programma en wordt ook al operationeel ingezet. We hebben het nu dus 4 weken statisch op het dijklichaam gericht en gekeken wat er is gebeurd. En we hebben emissieveranderingen in het dijklichaam, dus bodemvochtveranderingen, op afstand opgevangen. En gekeken hoe dat verder is gegaan. En ik geef nu de microfoon over aan mijn collega, tevens directeur en oprichter van het bedrijf, Roland Haarbrink. En die gaat precies vertellen hoe de proef in zijn werk is gegaan, wat de resultaten zijn en wat wij verder doen met de Mira-technologie. Nu beter? Ja. Het was ontzettend interessant, want het ging natuurlijk over deformaties, hè? Tiltmeters. Je ziet hoe een dijk beweegt. Maar er zijn meer faalindicatoren. En één daarvan is vocht in een dijk. Hoe nat is de dijk? En die kun je op verschillende manieren bijhouden. Dus bijvoorbeeld door waterspanningsmeters of andere technieken. Maar wij hebben gedacht, laten we eens met onze Mira-sensor op afstand meten in de dijk wat de vochtverandering is en kijken of we daar iets gaan zien. Wat dat betreft heel interessant allemaal geweest. Eerst even over techniek. Wat hebben we eigenlijk nou precies ingezet? Mira staat voor microgolvenradiometrie. Dat is een passieve techniek en eigenlijk een soort passieve radar in hetzelfde soort frequentie. Dus elk object, de grond, de Lenette Boerspolder, dijk, straalt straling uit in een bepaalde frequentie, in ons geval dan de L-band. En dat kan zichtbaar licht zijn, die straling, dus hele korte golfjes. Iets langere golfjes, bijvoorbeeld thermisch infrarood, dat hebben we ook gezien in de andere zaal. En dan heb je nog langere golven en dat zijn dan die microgolven. En die microgolven heeft dan het voordeel dat je eigenlijk dieper in die dijk kijkt. Thermisch kijk je nog steeds op de dijk, dus je ziet effecten die onderin gebeuren die je aan de oppervlakte dan eventueel wel of niet ziet. Maar wij meten dus echt direct in de dijk. Dit is het geval namelijk bij onze techniek. Als het droog is, hebben we veel straling. En hoe natter het wordt, hoe minder straling. En die hele variatie dus in de tijd, die kun je bijhouden. En dan kun je eventueel iets zeggen over de vernatting of de droogte van in dit geval die veenkade. Dat is het principe. Het is van oorsprong een satelliettechnologie. Die wordt ingezet vanuit de satellieten om de aarde te monitoren op klimaatverandering. Worden de woestijnen droger of natter en hoe gaat het in zijn werk? Alleen het nadeel daarvan is dat de resolutie heel grof is. Je hebt pixels van 50 kilometer. Dus voor de aarde interessant, maar voor dijken absoluut niet. Want dan zou Nederland 6 pixels zijn en dan ben je klaar. Dus we hebben gezegd, we pakken dezelfde techniek. En die ontwikkelen we door naar een vliegtuigscanner. Hier. Dat is een grote soort wasmachine geworden. Nog dichter bij de grond, een quad-systeem, rijdend. Hier ook op de Lauwersmeerdijk, waar u vanmorgen ook meer over heeft gehoord, deze zaal.
Dus dat hebben we verder doorontwikkeld. En normaal gesproken rijden we dus. Dus hebben we op één moment een gebiedsdekkend plaatje van een kade, van een dijk. Maar nu is het dus anders gegaan. Nu hebben we hem statisch neergezet. Eventjes nog een voorbeeldje van het rijdende systeem bijvoorbeeld. Dat is ook een veenkade van de Grecht. Een wintersituatie waar het vooral nat is. Hier zie je een hele natte plek. Deze is visueel ook zichtbaar. Hè? Het is gewoon nat. Je loopt daar en je ziet dat het nat is. Maar niet overal is dat zichtbaar met het blote oog. En bovenin is het wat droger. Dan ga je naar de lente. Dan zie je het allemaal wat droger worden. Dat zie je ook in het patroon. En dan ga je door naar de zomer. En dan zie je dus vooral eigenlijk dat deze natte plekken die verdwijnen. En vooral daarbovenin is het echt heel erg droog. Ja, je vangt de straling op van dat pakket van die meter, de bovenste meter. En dat is zeg maar een integraalwaarde. Kijk je er ook in? Ja, ja, ja. Het is niet alleen dat je afpakt dan mee, dat je dat kunt doorvertalen naar... Nee. Het is een directe methode. In tegenstelling tot een foto of thermisch infrarood. Nee, de F16 meet de temperatuur van je oppervlak. Ja, en dus van water uit die dijk. Ja, een indirecte meting. Ja, ja. Maar dit is ook echt. Ja. Nou ja, daar heb ik een voorbeeldje van. Precies goed getimed. Dit is een ander onderzoek binnen het Eikdijkprogramma. Lijfdijk, de Veenderij, Ouderkerk aan de Amstel. Daar zijn we een aantal keer teruggegaan, ook op verschillende momenten. En dit is die hier, wordt ook gemonitord met pijlbuizen en alles erop en eraan. En hier zie je twee plaatjes. Eentje net na de zomer, waar het ook toch wel nat is aan de teen. En hier meer naar de winter toe. En wat we vooral daar hebben gezien, dat die teen, dat is aan deze kant hier, dat die eigenlijk altijd nat blijft. Maar dat vooral hier in het midden, dus door verandering van die phreatische lijn, dat het daar veranderingen gaat zien. Hier is die droger, dus dan ligt die phreatische lijn lager. En hier is die wat natter en dan ligt die weer hoger. Dus die variatie... zover zijn we nog niet, maar we zien wel het effect daarvan. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan wat meer over kan zeggen. Zeg van nou, hier een meter ernaast. Want dat is bij phreatische lijnen toch vaak de moeilijkheid. Ook die in ondergrond, waardoor die een heel klein stukje verderop alweer heel anders kan zijn. We hebben kort gekeken naar de data van die pijlbuizen inderdaad. Maar gebleken was dat die data niet helemaal goed was. Helaas. Waardoor we die analyse uiteindelijk niet hebben kunnen afronden. Ja. Okay. Maar het is zeker interessant. En wij denken ook dat het kan. Tot een beperkte... Dat is interessant diepte. Om te weten dan. Als ik zeg van dan... Nou, waterspanningsmeters of pijlbuizen, die hebben allemaal het enorme nadeel dat ze maar op één plekje één puntmeting doen. Dus als je op wat voor manier dan ook, doordat deze in de dijk kijkt, echt een vertaling kan maken naar het hele traject, super waardevol zijn. Ja, wat je hier ziet, zie je die pijlbuizen. Dat is inderdaad een rijtje, dat stond volgens mij hier, zo, een aantal. En ja, dan heb je inderdaad een idee van één dwarsprofiel en hier heb je een... Ja, gebiedsdekkend plaatje, dus het grote voordeel. Nou, nog een plaatje om aan te tonen dat je inderdaad ook kwelzones in kaart kan brengen. Roelof Arendsveen. Je ziet het hier ook visueel, hè? Dus het is duidelijk als je daar loopt dat daar een natte zone zit. Maar goed, we zijn dat toch gaan meten en dan zie je duidelijk ook diezelfde zone
terugkomen. Korte vraag hoor. Is het nabewerkte data? Wat zien we hier? Dit is pure, eigenlijk ruwe brightness temperature, stralingstemperatuur, wat we meten, wat er uit die scanner komt. De ruwe data, die is geïnterpoleerd naar een kaartje. En een lage waarde, dit is stralingstemperatuur in Kelvin, 150 naar 250 Kelvin. En 150 is laag en dat betekent nat. En 250 is hoog, betekent droog. En met modellering zou je dat ook nog kunnen omzetten naar volumepercentage. Dus hoe nat uiteindelijk. Volumepercentage, bodemvocht. Dit is een ander voorbeeld nog. Volgens mij het laatste voordat we echt naar Lenert de Boers gaan. Dit is het vliegtuigscanner van het Julianakanaal. Daar zijn we overheen gegaan aan beide kanten van het kanaal. Aan die kant en aan die kant. Het hele traject van Roermond naar Maastricht. En wat één locatie viel echt op bij de beheerder. Dat was deze. Die was onbekend. En dat is echt een grote kwelzone die daar ontdekt is. Ook is aangepakt. Dus hiermee kan je grotere gebieden in kaart brengen, maar wel iets minder hoge resolutie. 5 meter. Dus toen kwam dit project. En het was interessant om eens een keer te kijken van oké, laten we die scanner eens neerzetten en kijken in de tijd wat er gebeurt. Nou, dit is het plaatje. Ik ben er een aantal keer geweest, ook bij de installatie. Het was een hele ervaring. De aannemers waren geweldig. Ze hielpen goed. En ze hebben die palen hier in de grond gedrukt. En daar hebben wij onze scanner op gemonteerd. We moesten natuurlijk ook voor zorgen dat die scanner waterdicht was. Want die stond 4-5 weken in de regen en in de storm. En een waterdicht kastje voor dataopslag en modem. En stroomtoevoer. Waar hebben we hem opgesteld? Precies hier ongeveer, op deze locatie. We kwamen daar met het pontje en liepen we hier naartoe. En hebben we hem hier geïnstalleerd. En gericht eigenlijk op dit stukje. Nou, hier zie je een hele installatie, ook van andere sensoren. Dit is volgens mij TU Delft fotogrammetrie. Dit is laser- en warmtebeeld. En dit was nog een bouwcamera. En dit was ons systeem hier. Dus met sensor en bodem. Dus wat hebben we gehad? Een scanner. Die data werd gestuurd naar een modem. Dat modem stuurde live de data door naar onze server op kantoor. En vervolgens hebben we nog een slag gemaakt dat die data ook live op DDSC zichtbaar was. Dus het was echt voor iedereen toegankelijk en te monitoren die data. Hier zie je het signaal eigenlijk in de tijd. Dus we hebben die scanner gericht op die dijk. Het is een integraalwaarde van het dijkoppervlak en wat ervoor ligt, een beetje wat erachter ligt. 1 integraalwaarde. En hier zie je de data, dus 21 september, dus 1 oktober en tot en met de doorbraak. Nou ja, wat heel duidelijk is, dat je het dagritme ziet. Je ziet elke dag zie je zo'n piekje, rond ongeveer 12 uur, 2 uur. Dat is het temperatuureffect. Wat meet je namelijk? We meten stralingstemperatuur en dat is het product van emissiviteit en buitentemperatuur of grondtemperatuur. Dus er zit wel degelijk een temperatuureffect in. Wat hebben we dan vervolgens gedaan? We hebben de temperatuurdata gepakt. En die hebben we gedeeld door onze metingen en dan krijg je emissiviteit. En emissiviteit is in feite de straling. De straling. En wat je hier ziet is het algemene signaal. Er zitten nog een paar hobbeltjes. In de tijd, gedurende de proef. Nou, wat heeft zich dan voorgedaan? We hebben een soort overzicht gemaakt op basis van de WhatsApp-cyclus. Nou, in dit gedeelte is er eerst van nat.
aantal dagen lang. En wat je ziet is inderdaad dat die emissiviteit langzaam zakt. Emissiviteit, de stralingstemperatuur, die gaat omlaag. Het wordt wat natter en dat zie je ook hier in het signaal. Hier zit een klein gat en daar bleek dat de stroomtoevoer van de hoofdstroomtoevoer, die zat los. Dus we kregen geen data, we zijn teruggegaan naar locatie en hebben dat eigenlijk de stekker er weer in gedaan en goed vastgetaped. Dat was het. Nou, toen zijn ze gaan graven, die geul. Dan zie je dat het meteen een stuk natter wordt. En vervolgens is er een aantal dagen niks gedaan en dan blijft het signaal goed stabiel. Vervolgens is die geul is verbreed. En wat je dan ziet is dat de emissiviteit iets omhoog is gegaan, wat zou duiden op dat het wat droger wordt. En wij denken door het verbreden van die geul, dat de bovenkant zeg maar, van die dijk, bovenste laag, dat die door dat water wat dan wegzakt, dat die wat droger wordt, waardoor de emissiviteit wat omhoog is gegaan. Ja, vervolgens is die geul leeggepompt en weer gevuld. Is die weer natter geworden. Hetzelfde hier, verbreden, verdiepen. Het gaat weer iets omhoog, is weer helemaal leeggepompt en uiteindelijk is die doorgegaan. Ja, wat hebben we dus eigenlijk gemeten? We staan daar, we meten eigenlijk het bovenste stukje van die dijk. Dus wat interessant is geweest om een vergelijking te maken met de waterspanningsmeter. En met name deze. Dat we denken dat we een soort gelijke dataset hebben verkregen. We hebben ook nog een vergelijking gemaakt met die en die. Deze die heel diep zit en deze die een beetje in het midden zit. Die hele diepe, deze, dan zie je een vergelijking hier. Dat is een DDSC. Vooral in het begin. Wij zijn het bovenste plaatje. Hier. En dit zijn de waterspanningsmeters van daar helemaal diep onder in die dijk. En eigenlijk kan ik het nog steeds niet verklaren, maar het is wel frappant dat het heel erg op elkaar lijkt. Toch misschien een soort dagritme en een soort proces in die dijk wat je ziet. Qua vernatting. Deze twee waterspanningsmeters zijn ook uitgezet over de hele meting van de 4 weken. En dan zie je de rode is de diepere en de zwarte is de ondiepere. En als we dan inzoomen op de ondiepere, dus waarvan wij denken dat we ongeveer hetzelfde zouden moeten meten, dan zie je dit. Nou, hier is dus die vernatting. Bij ons gaat het signaal omlaag en bij vernatting gaat de waterspanning omhoog. Dus dat klopt. Hetzelfde gaat door hier, dus vernatting. Hier wordt die geul gegraven en zie je een enorme impact op de waterspanningsmeter. Maar dat zie je hier op zich nog niet zo. Dus een soort stabiele situatie. Nou ja, hier... Het vervolg, hier wordt die geloof ik verbreed. Als die wordt verbreed, dan zien we dat ons signaal een beetje omhoog gaat. Dan komt er weer een stabiele situatie. En vervolgens wordt het weer vernat en bijgegraven en dan gaat het signaal echt omlaag. Wij denken dat we op dit punt, dat we ook al redelijk dichtbij een doorbraak waren. 12 oktober. Omdat het punt ongeveer hetzelfde niveau heeft bereikt als waar die echt is doorgegaan. Maar goed, het is een combinatie en waarschijnlijk, of zeer waarschijnlijk, is die dijk doorgegaan door het weggraven, hè, door het krachtenspel en niet zozeer door vernatting. Of in ieder geval gedeeltelijk. Op basis van deze data zeggen wij dat wij toch wel heel goed vernatting en verdroging in kaart kunnen brengen in de tijd. En met name als een dijk heel erg opdroogt. Dat hebben we hier niet gedaan. Hier is vooral vernat en gegraven. Maar als je de andere kant op zou bekijken, dat je het ook
heel goed op afstand zou kunnen meten. Nou, dit is de laatste fase. Dit is het ruwe MIRA-signaal, dus echt stralingstemperatuur. Het stijgt hier een beetje. Hier wordt begonnen met pompen. Op 3 meter zit het waterpeil. Hier wordt even gepauzeerd. De druk gaat. De stralingstemperatuur gaat omhoog. En hier begint hij een beetje te zakken. Dus misschien zou het kunnen zijn dat dit een signaal is van oké, hier gaat hij langzaam mis. Hier houdt hij het nog even vol en hier is het gebeurd. Je ziet inderdaad dat er wel heel veel water is weggepompt. 1,5 meter. Dus de conclusies. We hebben eigenlijk voor het eerst onze scanner statisch opgesteld. Het is gebleken dat het robuust heeft gewerkt. We hebben continu data binnengekregen. Het is ook doorgegeven aan DDSC, dus iedereen kon altijd meekijken. Het heeft ook nog gefunctioneerd een uur na het bezwijken. We hadden een aantal backup stroomvoorzieningen ook. Dus wat je bij heel veel andere sensoren zag, is dat die kabels die gingen door en het was gelijk afgelopen. Dus dat is misschien een voordeel. Emissiviteit lijkt toch goed in overeenstemming met waterspanningsmeters. Dus als het ene signaal omhoog gaat, waterspanningsmeter omhoog, gaat de emissiviteit omlaag. En het voordeel is natuurlijk dat je geen waterspanningsmeter hoeft in te graven. Je staat op een afstand. Dus bij echt kritieke situaties waar je eigenlijk niet wil graven, zou dit een alternatief kunnen zijn. En de doorbraak, wat je zag, is duidelijk waarneembaar. Mooie resultaten. Wie heeft hier nog vragen over? Oh, momentje. Ik kom even met de microfoon voor de film. Ik zag geen effect van regenval in jullie plaatjes. Jullie corrigeren voor een dag-nachtritme. Hoe zit dat? Ja, die effecten hebben we wel gezien. Alleen, ik heb niet precies helder waar het geregend heeft, maar ik kan me voorstellen dat dat net hier is geweest. Omdat je het de hele periode bekijkt, is dat maar een heel klein dingetje in deze grafiek. Maar die hebben we duidelijk wel gezien. Ja. Dat water over die dijk, Roland, liep dat er ook continu overheen? Zou dat de metingen van regenval hebben kunnen dempen? Het effect van het regenwater op de data. Ja, dat denk ik wel. Dat zie je dan waarschijnlijk. Ik kan me herinneren dat hier inderdaad dat geregend had. Dan zie je het signaal zakken. En dan zou je dat moeten koppelen aan je KNMI-data. Hè? Dat je, als je signaal zakt, dat het niet iets te maken heeft met een alarm. Ja. Ja. Hebben jullie ook gekeken naar de combinatie met jullie metingen en de metingen van de andere partijen? Ja, we hebben ons eigenlijk gefocust op onze eigen data, dat het goed doorkwam. En we hebben gekeken dus naar de waterspanningsmeters van Structon was dat, geloof ik. Van die, ja. Ja, dus daarmee hebben wij vergeleken tot nu toe, ja. Nog even een vraag over het plaatje dat jullie zien ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden in relatie tot de emissie. Zou je dat nog een keer kunnen laten zien misschien? Ja? Daar is aangegeven dat bij het graven van de geul daalt de emissiviteit. Maar bij het verbreden van de geul stijgt die. Mijns inziens is het verbreden ook een vorm van graven. Los daarvan denk ik dat toch vanuit mijn
standpunt zou dat op zich hetzelfde beeld moeten geven? Of is het verbreden van de gul bijvoorbeeld in het natte uitgevoerd en het graven in het droge? Heb je daar iets over kunnen vertellen? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar wij denken dat als je gaat graven, dan wordt alles natter. En het zou kunnen zijn dat we een deel van dat water meepakken, waardoor het signaal zakt. Hè? Maar hier heb je een soort stabiele situatie. Dan ga je die geul verbreden. En dan denken wij dat het water in de dijk aan de bovenkant meer wegzakt, omdat je de geul verbreedt, waardoor de bovenkant droger wordt. Ja, en dat, wij denken dat dit effect is. Nee, naar het land. Ja. Nee, het waterpeil is niet constant gehouden. Nee, dat klopt. Dus soms werd de sloot drooggetrokken, soms lieten ze het water erin staan. Ja, dat klopt. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja. Momentje, Bas. Rogier. Ja, nu is er gecorreleerd tussen de ondiepste waterspanningmeters en jullie signaal. Hè? Terwijl ook het diepere grondwater een effect heeft, of de pijlbuizen die grondwaterstand meten. Hoe gaan jullie daarmee om? Of hoe zien jullie dat in relatie tot jullie signaal of jullie metingen? Ja, we hebben gepoogd om een vergelijking te doen met deze drie. De ondiepe, de diepere en heel ver weg. Ja, kijk, de diepere waterspanningsmeter die ziet het graven van een geul ook niet. Hier, in dit geval. Dus ja, je hebt te maken met verschillende lagen en verschillende dingen die er gebeuren tijdens zo'n ingreep. Maar goed, wij denken dat we eigenlijk vooral goede correlatie hebben met deze. Dus zeg maar de ondiepe waterspanningsmeter. Ook op basis van de theorie van de MIRA-technologie. Ja, ja. Uitgesplitst worden. Zegt nou het onderste deel, dat zegt meer over die waterspanningsmeters rechts. En het bovenste deel van de metingen, dus het hoger gelegen deel van de metingen, zegt wat meer over. Nee, dat is helaas niet mogelijk, want het is een single beam, hè? Dus één straal, één integraalwaarde die je pakt over je hele dijk, dus over je hele gebied. Dus je kunt niet zeggen van onderin, of je moet er twee neerzetten. Zeg maar eentje die je specifiek hierop richt en eentje hier. Ja, die andere plaatjes, ze zagen we allemaal kleurtjes die genomen was door het vliegtuig. Dat komt omdat je tijdens het meten beweegt. Dus als je zeg maar rijdt en je maakt elke meter een meting, dan krijg je dus elke meter een waarde en dat, dan krijg je dus een dekkend plaatje. Maar omdat je hier niet beweegt, meet je dus telkens hetzelfde stuk met één waarde. Nou, jullie hebben nou heel mooi laten zien dat jullie real-time kunnen meten. Ik zou eigenlijk een uitdaging willen neerzetten. Kunnen jullie op basis van de data ook een voorspelling maken? Wanneer gaat die kade nou? Want er wordt nou eigenlijk een beetje gewezen van, joh, daar is die gegaan. Ja, dat zien we. Maar dan staat die polder wel blank. Ja. Ja, daar hebben we inderdaad goed over nagedacht. En daarom ook die laatste slide. Dat we eigenlijk vanaf 12 uur 's nachts hebben gekeken wat is er gebeurd. Ja, ik moet je zeggen, moeilijk. Moeilijk. Je zou misschien kunnen zeggen van oké, hier begint hij te zakken. Hij is al heel laag, hè, want hij begon op 200 ongeveer. Dus hij is al echt ontzettend nat. Maar dat zijn hele kleine minimale verschilletjes. Ik denk in dit geval, in deze proef, dat het
met name te maken had die doorbraak door het weggraven. Waardoor op een gegeven moment de dijk het gewoon mechanisch, fysiek niet meer kon houden. En niet zozeer vernatting. Daar zou ik wel op in willen gaan, Bas, op jouw vraag. Uit de experimenten die we in de afgelopen jaren bij de Eikdijk-locatie hebben uitgevoerd, bleek eigenlijk dat geen enkele techniek of geen enkele rekenformule, ook niet degene die in een toetsing worden gebruikt of wat dan ook, in zijn eentje een voorspelling kan geven wanneer gaat een dijk onderuit. Het is altijd een combinatie van meettechnieken geweest, die je op een slimme manier de resultaten daarvan integreert om vervolgens een redelijke voorspelling te kunnen doen van wat gebeurt er met die dijk, gezien toekomstige belastingen, hoe wordt die zwaarder belast en wat gebeurt er dan uiteindelijk, gaat die wel of niet onderuit en waar en op welk mechanisme. Dat zijn ook de normaal gebruikte stabiliteitsmodelberekeningen zoals plakjes en dat soort dingen, daar zit toch nog een behoorlijke bandbreedte in de mogelijkheden van wanneer die dan onder bepaalde belasting onderuit gaat. En op het moment dat je verschillende databronnen met elkaar combineert, krijg je daar een steeds betrouwbaarder inzicht in. Maar dat houdt dus ook in dat je andere type data-analyse toepast. Het is niet verwonderlijk dat één techniek in zijn eentje niet zegt wanneer die onderuit dreigt te gaan. Nee. Zijn er nog vragen? Ja, meneer. Ja, ik heb nog wel een vraag. Over de techniek eigenlijk. Want je gebruikt L-band, zei je. Dus dat is 1 à 2 gigahertz of zoiets in die buurt, denk ik. Hè? Schat ik in. Ja, is het ook een mogelijk dat je gewoon meerdere frequenties gebruikt? Ik denk hoe lager je frequentie gaat, hoe dieper je in het algemeen kan komen. En hoe hoger frequentie, hoe minder diep. Dus is het mogelijk om een MIRA-map te bedenken die je zeg maar in de UHF meet, dan in de L-band en dan in de C-band en op die manier dat je lagen kan detecteren? Ja, dat is zeker mogelijk. Wat je dan krijgt is dat je op verschillende dieptes kijkt. Dan krijg je inderdaad een soort profiel hè, in de tijd zelfs. Ja. En dat is wel interessant. Maar ook dat is een kwestie van ontwikkeling en zeker, ja. Budget. Dat is zeker. Ja. Hebben we nog vragen? Ik heb zelf nog wel een vraag aan de beheerders in deze zaal. Misschien zijn er mensen die ook net de vorige presentatie hebben gezien, of in elk geval elders nog een presentatie. Er zijn verschillende meettechnieken toegepast. Die hebben allemaal hun waarde op een of andere manier aangetoond. Hoe zien jullie de stap nou naar de toepassing in een reguliere situatie? Mag ik daar eens om een antwoord vragen? Nou, wat je bijvoorbeeld nu als waterschap doet, is je inspecteert je dijk visueel. Je neemt in het kader van de toetsing neem je metingen, je gaat berekeningen doen. Dit soort systemen past niet in een standaard plakflow modelletje of piping berekeningsmodel, hè, dat past er allemaal niet in, maar het heeft, net als andere meettechnieken, heeft het wel een waarde wat het inzicht in je dijk vergroot. Dus mijn vraag is eigenlijk daarop gericht van hoe zie je als beheerder de kans of de mogelijkheid of de stappen naar toepassing van dit soort systemen in de nabije toekomst? Ja? Ik had net voor mezelf opgeschreven, waarom zou je waar willen meten met dit systeem? En dan zou ik inderdaad, en ik was al benieuwd naar het antwoord op die vraag die daarnet gesteld werd, met allerlei verschillende frequenties gaan meten. Wat zie je dan allemaal? En dan moeten we bedenken, wat kunnen we daar in het reguliere mee, of toch bij toetsingen of onderzoeken die je doet. En dan moet je eigenlijk nog veel dieper erin zitten, denk ik, dan wat we nu even horen. Zo pas was Stabi Alert hier. Wij meten in de Eemskanaaldijk met hun meting en met allerlei waterspanningsmeters in de zandlagen die wij van toepassing achten op mogelijke bezwijkvalmechanismen. Daar hebben we lang over nagedacht en heel veel discussies over gehad. Nou, dat zou je met zoiets ook. Dus ja, ik moet daar echt over nadenken. Ik zou daar zo één op één in regulier niet een antwoord kunnen geven. Dank je. Ja, mijn naam is Theo van der Gezellen, Rijkswaterstaat. Vorig jaar hebben we op deze twee dagen uitvoerig gesproken over het uitvoeringskader zorgplicht. Misschien herinneren jullie sommigen dat nog wel.
Inmiddels hebben we daar ook met elkaar, waterschappen, Rijkswaterstaat, meer zicht op gekregen. Hoe zou dat uitvoeringskader er nou precies uit moeten gaan zien? En concreet, Rijkswaterstaat en mijn eigen dienstonderdeel, Rijkswaterstaat Midden-Nederland, wij zijn bezig om metingen, proeven te doen bij het Amsterdam-Rijnkanaal met wat net gepresenteerd is bij de dijkmonitoring in de Knoefzaal, de lezing hiervoor, over infrarood en 3D-laserscan, om te kijken of we hiermee die informatie aanvullend kunnen krijgen die nodig is voor het invullen van de zorgplicht. Dus we zijn vanuit dat uitvoeringskader in de praktijk aan het toetsen, die twee technieken, om te bezien, zijn dit nou technieken die wij dan toe willen voegen aan ons inspectieregime en dat, als dat allemaal lukt en ook allemaal klopt, dan ook breder willen toepassen. Dankjewel. Goedemorgen, ik ben gebiedsbeheerder van de Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met betrekking tot het gebied van de Grecht. Wij houden elk jaar de droogteinspecties rond de Grechtgade. En ik zag daar een paar mooie kaartjes voorbij komen, foto's voorbij komen met inderdaad ingeraad de kleuren. Ik zit toch wel even als beheerder hier zo naar te kijken. En ik ben toch eigenlijk wel reuze benieuwd of deze resultaten die hier nu te zien zijn, of die ook te vergelijkbaar zijn met onze kaartinspecties. En wij voeren daar zeg maar elk jaar met ons dijkleger inspecties uit, vooral visueel. En uiteindelijk gaan we in het najaar gaan we schades repareren. En ik vraag me af of deze link ook te maken is hierbij. Ja, we hebben deze resultaten ook voorgelegd aan jouw collega's. En we hebben zelfs ook jouw dijkgraaf vorige week op bezoek gehad. Dus wij hopen ook dat dit tot meer gaat leiden. Ja, het is tot nu toe nog niet gebeurd. Wij weten ook niet waarom niet, want ja, we hebben dit zeg maar op eigen initiatief ingemeten, een aantal malen achter elkaar. En er is inderdaad interesse, maar het heeft nog niet geleid tot iets extra's. Toepassing hier, ja. Nou, we hebben vanuit een ander initiatief ook met jouw collega's contact, Paul Nijenhuis, rondom het versterken van de Lekdijk. Er zijn een aantal locaties waar vragen zijn of de dijkpiping gevoelig is, hè, of dat daar een rol speelt. En het wordt ook gedacht om onder andere met deze technieken glasvezelmonitoring in de ondergrond, waterspanningsmeters en dat allemaal gecombineerd een 3D ondergrond stromingsmodel te maken, grondwaterstromingsmodel. Om veel beter een risico-inschatting van piping te kunnen maken. Ja, dus daar zie je nou ja, misschien een toepassing in jullie beheerpraktijk op termijn. Ja. Ik zag daar net nog een vinger ergens omhoog gaan, volgens mij. Nee, toch niet gezien. Geen vinger, nee. Ja, wat misschien nog interessant is om te vertellen, want behalve zeg maar, bodemvocht in de eerste meten, kun je met deze techniek ook holle ruimtes onder de bekleding in beeld brengen. En dat biedt natuurlijk ook ontzettend veel perspectieven voor beheerders. Misschien kun je dat laten zien. Daar hebben we nog wat extra sheets van. Dat passen we met name toe op de volgende. Ja, op zeedijken. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld Lauwersmeerdijk. Dit doen we voor Noorderzeilvest. We brengen de, ja, zeg maar 7 kilometer Lauwersmeerdijk hebben we in beeld gebracht. En dan focussen ons voornamelijk op de holle ruimte die zich in en onder het asfalt bevinden. En dit hebben we meerdere jaren achtereen gedaan, waardoor je ook de achteruitgang in beeld hebt. Volgende voorbeeld. Dit is bij de waterberging Volkerak Zoommeer. Daar hebben we ook geloof 7 of zelfs 15 kilometer dijken onderzocht op holle ruimte en de aanwezigheid van lagen waarvan men het bestaan niet wist voordat de dijk is overlaagd. En de volgende, dit is op de Wieringenmeerdijk. Dat is daar zit ook hier Jannes Haanstra van Hollands Noorderkwartier. Daar zijn wij bezig met een inspectieprotocol
voor het in beeld brengen van holle ruimtes en grindnesten onder een nieuwe toplaag van ingegoten breuksteen. En de laatste, denk ik. Ja, dit is een project wat we onlangs hebben uitgevoerd op de Gorishoekse dijk in Tolen. Deze gaat ook overlaagd worden. En de beheerder Scheldestromen wilde weten in hoeverre er onder de huidige bekleding holle ruimtes aanwezig zijn. En met andere woorden, of deze bekleding stevig genoeg is om te overlagen, of dat die eerst moet worden aangepakt. Dus dat zijn ook toepassingen heel anders dan puur bodemvochtmetingen. Maar ik denk ook voor een aantal beheerders zeer interessant. En die bodemvochtmetingen bij het Julianakanaal die jullie gedaan hadden. Hè? Wat heeft geleid tot een versterking? Dat vind ik ook nog wel een mooi voorbeeld. Het is 2:40 volgens mijn horloge wil ik zeggen, mijn mobiel. Er is nog tijd voor een laatste vraag en anders stel ik voor dat we naar de lunch gaan. Jeroen Kleef. Gewoon eens een suggestie, nu ik dit zie. Jullie kunnen heel mooie grote afstanden in kaart brengen. Ja, elke 10 centimeter een sensor van ons erin, dan heb je wel een hele sterke dijk. Heel simpel als ik dit zo zie, out of the blue. Jullie sporen de holle gaten af en in afwachting of het stabiel en sterk genoeg is, een satéprikker van ons erin, achteraan. Is dat geen prachtige lange termijn combinatie? Ja, wat mij betreft ook maar. Ik vraag het eigenlijk aan de dijkbeheerders als suggestie. Oeh, blijft akelig stil. Ja, dankjewel, Henk. Nog eens even goed wil nadenken, wat kunnen wij hiermee? Want we hebben best een paar vragen waar we misschien op deze manier mee verder kunnen. Maar ik zit zo in elkaar, ik wil altijd heel goed begrijpen, ja, dat weet je wel, wat we doen en hoe zeker is dat dan en welke risico's lopen we dan met meetgegevens die we dan weer krijgen en kunnen we er dan echt wel wat mee enzovoort. Dus, maar ik ga me er in elk geval wel in verdiepen. Om eens te kijken of dit een meerwaarde kan hebben voor bepaalde locaties bij ons. Ook de langdurige aardbevingsproblematiek met kunstwerken en kwelschermen. 20 jaar nog ligt de aardschok en welke holle ruimtes gaan er komen en dergelijke. Ja. Nou, daar wou ik hier ook mee afsluiten met de oproep van Henk. Ook vertalend naar andere waterkeringbeheerders. Verdiep je er voor alles in. In de projecten die we in de afgelopen jaren in vlotcontrole Eikdijkverband hebben gezien, is die combinatie van verschillende databronnen erg waardevol gebleken. Het heeft tot nauwkeuriger en betrouwbaarder inzicht geleid in de gedragingen, sterkte en stabiliteit van waterkeringen. Het kan ook behoorlijk tot een efficiëntie in je uitgaven leiden en in je waterveiligheid. Dus ik zou zeggen, Henk, ik onderstreep hem helemaal. Verdiep je er vooral in en dat kan al vanaf de lunch. En die vindt weer plaats in de foyer.